En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 30 augustus. Aan het begin van de avond vallen nog enkele buien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel, mogelijk ook mist. Morgen krijgen we in de middaguren enkele geïsoleerde buien en mogelijk een onweersbui. In de avond en nachtelijke uren ziet de verwachting voor geheel Suriname er naar uit dat er weinig bewolking is en droog. Met uitzondering van Nikeri en Sipaliwini, waar er af en toe een lichte bui kan plaatsvinden, maar het kan ook een lange tijd droog zijn. De Meteorologische Dienst waarschuwt verder dat morgen 30 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de maximaal verwachte temperatuur van 36 graden Celsius.